Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor ronde nummer 2 in seizoen 3 in Vietnam, aflevering 22. Heb jij de seizoensopener gemist in Bahrein, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie jij die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Like die video als je hem leuk vond, of dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Vietnam. We zijn aanbeland bij de kwalificatie in Vietnam. Een ingewikkeld circuit om op te rijden, terwijl Antonio Giovinazzi een 1.36.5 laat noteren en George Russell een 1.34.9. Ik vind dat heel snel en we moeten kijken of we hem bij kunnen houden. Klein momentje bij het uitkomen van die bocht. Verstappen zet een 1.34 zoveel neer. Ik kon het niet zo goed zien wat het was. En dan komen wij aan bij de laatste bocht van het circuit. En is het een P7 met een 1.36.1? Dat is niet goed. En we zijn inmiddels doorverwezen naar P18. Q1 zit er alweer bijna op. En dit moet een heel goed rondje worden. Willen wij door, ja, gaan naar Q2. Alles of niets poging is het hier dan. Iets te wijd in bocht 1. Dat is wat jammer en daardoor verliezen we wat tijd, maar die pakken we goed bij de tweede en de derde bocht. Drie tienden onder onze tijd, dat is heel goed. De kwalificatie zit erop. Drie tienden winnen we ongeveer, maar ik heb hier heel veel last, ja, van de snelheid van de bochten die we gewoon goed moeten nemen. Is het voldoende voor Q2? Nee, P17. We zijn niet door naar Q2. Russell heeft ons verslagen. Ja, Russell naar P9 op 1,2 seconden en wij missen hem. Op 1.000ste. We missen hem op 1.000ste. Oei, oei, oei. Giovinazzi gewoon 1.000ste sneller. Dat betekent dat we van achteraan moeten beginnen. Ja. Op een circuit waar inhalen niet zo goed is. Dus we moeten maar het beste van gaan maken voor carrière aflevering 22. Daar gaan we dan. The Formula One circus has arrived in Southeast Asia once more as we usher in a new era and get ready to go racing here in Vietnam. A lap of Hanoi circuit then, 3.4 miles around the Vietnamese capital. A number of the 23 corners take their inspiration from other great circuits, hopefully creating plenty of passing opportunities. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the professor. No good penalties, no mitigating circumstances, just a poor qualifying performance and a very disappointing start position for them today. They'll have a sinking feeling as they look up from the cockpit and realise they're in a different postcode to the start line for sure. But the one positive they can hold on to is that the car is quick and they can make their way through the field. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Albon, Pierre Gasly, and Sainz, Russell, Leclerc, Perez, and Daniel Kvyat, Ricciardo, Vettel, Lando Norris, and Stroll, Ocon, Giovinazzi, the Professor, and Nobuharu Matsushita, Grosjean, De Vries,
Magnussen and Nicholas Latifi. And now it's time to head down. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, het doel is dus om opnieuw een top 10 finish te gaan halen, maar ik zie dat zelf niet gebeuren. We moeten gewoon het beste van zien te maken in Vietnam. Soft, soft, medium is de strategie. Ik denk dat we die ook gaan aanhouden. We nemen gewoon extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 22 hier in Vietnam. We starten dus vanaf P17 op de grid. De lampen zijn aan voor de grote prijs van Vietnam. Seizoen 3 is onderweg voor aflevering 2. En we komen gewoon goed weg. Giovinazzi net wat beter weg. Ook Magnussen zat daar te kijken. We remmen diep naar Lance Stroll toe. Ocon en Norris hebben het met elkaar al aan de stok. Gele vlag. Het is weer groen, dus we kunnen weer verder met racen. En P15 in de eerste twee bochten. Goed gedaan. Twee plekken gewonnen. We zien hoe Lando Norris en Esteban Ocon het met elkaar aan de stok hebben. En Lance Stroll zit achter ons te kijken voor een aanval voor P15. Dan komen we hier op dit langzame gedeelte van het circuit. Een soort van halve rotonde is het. En we kunnen weer verder racen. En iedereen gooit er als een overtakeknop aan. En je ziet gewoon dat wij wat snelheid te kort komen. We komen wat snelheid te kort. Alright, we're looking good so far. Stroll kan niet kijken. Het is ook een hele langzame bocht. Rijden wat op de curb, daardoor verlies ik wat tractie bij het uitaccelereren om een aanval te wagen aan Lando Norris. Daar zit Lance Stroll dan in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Hij is er nog niet voorbij, want we remmen wat later dan de Canadees. En nog steeds P14 is van ons. Klein beetje wielspin op de curbstones, waardoor wij de auto bijna kwijt raakten. Fel over die curbstones heen om wat tijd te winnen. En dit is het pijnpunt van het circuit. Die lange S's. Ronde nummer 6. En daar zit Lance Stroll met een aanval. Sorry, het is Giovinazzi, mijn fout, niet Lance Stroll. Antonio Giovinazzi zat daar met een aanval. Maar die aanval was niet geslaagd. Kimi Räikkönen rijdt namelijk achter Antonio. En Stroll is naar binnen geweest voor een nieuwe neus, denk ik. Weet ik niet zeker. Of zijn eerste pitstop van de dag. Giovinazzi kan niet aanvallen. Raakt daar ons wel op het achterwiel. En Matsushita. Sorry, niet Kimi Räikkönen. Matsushita is voorbij aan Giovinazzi, want Matsushita heeft Räikkönen vervangen. Ronde nummer 7 en daar zit Matsushita dan. Hij is er voorbij, we remmen wat later dan de Japanner. En P14 is nog steeds van ons. Ronde nummer 8, er zijn nog 20 ronden te gaan in de wedstrijd. En Giovinazzi komt van ver, maar die aanval is niet geslaagd. Jammer Jovi, beter proberen de volgende keer. En hier kunnen Giovinazzi en Matsushita niet aanvallen. Want dit zijn nauwere punten van het circuit. En als je hem hiernaast zet, dan moet je hem ook echt naast zetten. Gasly is naar binnen gedoken. Vettel is naar binnen gedoken. Grosjean dook ook naar binnen. Interessant. Die eerste bocht nemen we beter dan normaal. Goed om te zien.
zijn doorverwezen naar P10. We liggen in de punten, maar we rijden nog op oude soft banden. Stay out on track, stay out on track. En ik duik naar binnen. En George Russell is ook naar binnen gedoken. Die rijdt voor ons. En Russell rijdt nu weer de pitlane uit. En het team moet gewoon heel langzaam doen om weer nieuwe banden te pakken. We komen voor Matsushita gelukkig weer de baan op. Dat is goed. En we moeten nog één pitstop doen en dat is naar de mediums. Grosjean rijdt voor ons op 1,6 seconden. Inmiddels 1,5 seconden. 1,4. Dus het gat wordt al gedicht. En Latifi rijdt nog op oude softbanden volgens mij. Lance Stroll rijdt voor Romain Grosjean. We hebben zometeen ook volgens mij DRS van Grosjean. En als het zo eindigt, staan we tweede in het klassement. Dus dan geven we de leiding uit handen van Valtteri Bottas of Lewis Hamilton. Grosjean is voorbij aan Nicolas Latifi. En we rijden naar de Canadees toe. We hebben hier een betere exit, want we rijden op andere banden dan de Canadees. Hij rijdt op de harde band. We knijpen hem hier af. Raken net niet die muur. Oh, wat was dat? Dat was Matsushita. Nee, dat was Nicolas Latifi. Die daar zat aan die binnenkant. Sorry, Nicolas. Ik had jou niet gezien. Ik was te druk met de auto bezig. Excusee. En hij moet nog een keer naar binnen. Latifi moet nog een keer naar binnen. We zitten inmiddels in ronde nummer 14 van de wedstrijd. En we zijn voorbij Sergio Perez. Maar Perez kan hier terug aanvallen. Doet hij dat ook? Nee, dat doet hij niet. Perez is geduldig. En Stroll en Grosjean hebben het met elkaar aan de stok. Die vertragen elkaar dus enorm, waardoor wij naar hem toe kunnen rijden. Check your MFD for a new strategy option. In ronde nummer 18 naar de medium band. Dat gaan we gewoon doen. Het is nog 4 ronden op deze softbanden en dan duiken we naar binnen. Stroll rijdt langzaam. Heeft hij een probleem? Dat weet ik niet. We zitten op de helft van de grote prijs. En Sergio Perez duikt naar binnen. In ronde nummer 15 alweer. Een ronde later in ronde nummer 16. En ik zeg tegen Jeff, ja, ga me voorbereiden op die pitstop, want we gaan naar de medium band. Grosjean zit te slapen. Kunnen we hem hier al passeren? Mooi gedaan bij die halve rotonde van Vietnam. En Charles Leclerc zit maar 8,6 seconden van ons verwijderd en rijdt op de harde band. Grosjean kan niet terug aanvallen. Dat is heel goed. Geen wielspin. Dat is altijd heel mooi. George Russell duikt naar binnen. Voor zijn laatste pitstop van de dag. Wij moeten ook nog een keer naar binnen voor de medium band. En we gaan naar binnen om Grosjean te coveren voor die pitstop. Het wordt weer een dubbele pitstop bij Schaven Racing. De eerste dubbele pitstop ging niet goed. Het team wachtte daar te lang.
wordt dit hem dan? Nee, ze staan alweer niet klaar. Kom op, kom op, kom op, kom op. Gaan, gaan. En we komen achter Gojan terecht. Verdomme. Sorry. Poepsaus, alsjeblieft. We komen achter Gojan terecht. En dit had het team gewoon kunnen voorkomen. Als ze gewoon klaar stonden. Voor ons. Alleen Codemasters. Die heeft dit er niet in verwerkt. Die denkt, weet je wat? Laten we zorgen dat spelers geen dubbele pitstop kunnen doen. Door de pitcrew heel langzaam te maken. Dankjewel Codemasters. Ik hou van jullie. Niet dus. Kunnen Grosjean niet aanvallen, want hij knijpt ons af. En we moeten zometeen in de DRS-zone zitten en kijken of we dan kunnen aanvallen. Lukt dat? We komen van ver, Grosjean verdedigt die binnenkant. Dat is heel slim van de Fransman. Hij blokkeert een band, we kunnen er niet voorbij, hebben ook geen betere exit dan de Fransman. En nog steeds op P21, de ene laatste plek. Daar kijken we dan bij de binnenkant. We komen van ver. Een track limit waarschuwing aan onze broek gekregen. Boeien Ruud, boeien, dat geeft helemaal niks. En dus nog steeds op P20. Buiten de punten, die punten gaan we ook helemaal niet binnenhalen. Kevin Magnussen is naar binnen gedoken en we komen voor de Deen op de baan terug. Iets te veel doorgeschoten bij de eerste bocht. Ik denk ook niet dat ik dit circuit in seizoen 4 op de kalender doe. Sowieso niet, want dit is gewoon een hot circuit. Grosjean zit trouwens weer te kijken voor een aanval voor P19. We gooien onze overtakeknop aan. Oh, safety car! Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Vraagteken. Ik zie niks. Hè? Waarom nou weer een safety car? Interessant. We gaan niet naar binnen. We blijven gewoon op de baan. Zoals vele anderen. Zoals Stroll, Perez. En Matsushita heeft een probleem. En die rijdt voor Perez volgens mij. Stroll, wat doe je jongen? Even tempo houden kerel. Niet slapen. Safety car duikt naar binnen. De leider ja, in de wedstrijd, dat is volgens mij Verstappen of Alexander Albon, mag het tempo bepalen. Want Hamilton en Bottas hebben een dubbele pitstop gedaan tijdens die safety car fase. Sorry, net voor die safety car fase hebben hun een pitstop gemaakt. En dus kwamen hun op P2 en P3 weer terug de baan op. Wat betekent dat we de leiding uit handen gaan geven van een van die twee. We gaan zo meteen weer racen. Groene vlag wordt gezwaaid en Hamilton zit er al gelijk bij Alexander Albon of Max Verstappen te kijken. Dat geldt ook voor Bottas. Die op P2 rijdt, vraagteken, weet ik niet zeker. En we gaan weer racen. Ja, 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 rustig aan joh, rustig aan. Dat komt allemaal wel goed, hoop ik. IRS ingeschakeld, overtakeknop dus ingeschakeld. Groen in sector 1. 47.000ste sneller dan onze beste tijd. En een Mercedes is voorbij een Red Bull gegaan. Hetzelfde geldt ook voor die andere twee lui die op P3 en P4 rijden. Daar is ook een Mercedes voorbij gegaan aan een Red Bull.
Wat betekent dat we nu op P3 staan in het klassement, maar het geeft helemaal niks. Want het seizoen is nog pokkenlang, oftewel heel lang. Iemand blokkeert daar een band, dat is Matsushita. Nee, dat is Giovinazzi, die daar een band blokkeert. En lukt dat? Kunnen we hier dan Lance Stroll gaan aanvallen? Ah, Stroll laat ruimte, joh. Ja, hij liet gelukkig ruimte. Mooi. En we duwen de Canadees hier wijd. P16. Daar hebben we dan Giovinazzi verschalkt. In ronde nummer 24. Jazeker. We hebben hem verschalkt. En P15 is van ons. We moeten nu doorrijden naar Sergio Perez. Giovinazzi kan niet terug aanvallen. Dat is heel goed om te zien. Het gat naar Perez is 17e. Perez kunnen we hier niet aanvallen. We moeten nog even wachten. Sorry. We hebben Perez wel verschalkt. Ja, we hebben Perez verschalkt, maar waar is dat dan gebeurd? Weet ik niet. Het boeit ons eigenlijk helemaal niks. En volgens mij is daar iemand gespind. Of valt er iemand uit? Het is daar geel. Waar we nu rijden. Oh, Gasly! Was dat Gasly? Nee, Kwiat. Kwiat uitgevallen in de wedstrijd bij de S-secties. En dat brengt ons op P14. Eigenlijk P13, want Perez moet naar binnen voor een nieuwe neus. P13 op dit moment met nog 2 ronden te gaan. De laatste ronde loopt inmiddels in Vietnam. Stroll zit wel achter ons. Dus daar moeten we nog even voor oppassen dat hij die positie niet gaat afnemen van ons. En dan vind ik het gewoon een prima wedstrijd van P17 naar P13 op een pittig lastig circuit. Een circuit wat ik helemaal niet fijn vind om op te rijden. Hetzelfde geldt voor Monaco, Azerbeidzjan en Suzuka en Singapore. De rest gaat allemaal gewoon wel. Maar die circuits vind ik gewoon niet fijn om op te rijden. Maar we hebben het gewoon geflikt. We zijn ja, heel door deze grote prijs heen gekomen. Geen schade gereden, wat gelukkig fijn is. Lewis Hamilton wint de tweede wedstrijd in Vietnam. Zijn eerste overwinning van het seizoen. Dat betekent dat wij nu gelijk staan in het klassement. En wij komen dus op een P13 thuis. Teleurstellend. Heel teleurstellend. Maar goed, beter iets dan niets. Toch nog een prima race van P17 naar P13. Maar helaas geen punten gepakt. En hopen op beter werk in China. Mercedes have pulled off a great victory here today. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. And after this
De uitslag van de wedstrijd: Lewis Hamilton wint dus de grote prijs. Valtteri Bottas naar P2. Verstappen maakt het podium compleet. Russell naar P6 pakt mooie punten voor ons team. Ocon krijgt driver of the day en wij dus naar P13. Goed gereden met een tweestopper van P17 naar P13. Eén uitvaller, Danny Kvyat. Constructeurs, Red Bull neemt het WK over van mijzelf. Van ons team. Mercedes naar P2, ons zelfs naar P3. We volgen dus op 1 punt. Albon neemt de leiding in het coureurskampioenschap over. En wij volgen op 2 punten. En Hamilton volgt ook op 2 punten. Dat wordt nog reuze spannend voor beide klassementen. Nou, we zijn inmiddels gewoon aanbeland bij het oude normale. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Volg me ook even op de sociale media. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in China.